Op deze zeiknatte maandag, waarin ik echt met een zeiknatte broek hier achter mijn pc zit. Echt, en het is hier nog koud ook. Echt stinkzagrijnig. Maar toch, komt weer een leuke week aan, denk ik, hoop ik. Nou, ik weet het eigenlijk wel zeker. Game-wise, ja, geen grote releases. Het is natuurlijk een beetje aan het eind van deze serie. Najaarstoppers, terwijl naast mij de telefoon gaat, die ik lekker niet ga opnemen. Dus ben jij het die belt, forget it maar. Ja, de grote releases zijn een beetje geweest. Er komen nog wel wat dingetjes aan, maar ik denk dat we zo ons langzamerhand moeten gaan focussen op de januari en februari maand. Met name de februari maand, waar ik denk dat het weer losgaat. En hopelijk ook dat we natuurlijk de release datum binnenkort eens een keer gaan horen van Red Dead Redemption 2. Geef ons een datum waarop we ons kunnen verheugen. Maar goed, we gaan genoeg dingen doen. Ik neem het even door. We beginnen namelijk misschien wel met de belangrijkste release van deze week. En dat is natuurlijk Style Boutique 3 op de 3DS. Daar zit iedereen op te wachten. Ik weet dat Kevin dit zeker een maand gaat streamen non-stop. Alles zet hij opzij om deze game te doen. Koos gaat het alleen maar streamen, Shelly gaat het alleen maar streamen. De nieuwe Style Boutique 3, waarin je meer dan 20.000 verschillende kledingstukken aan kunt doen. Dat is toch fucking great. En dat kan maar door één iemand geletsplayed worden. En dat is natuurlijk Jelle. Jelle is de man namelijk die een tuinbroek kan rocken met gele schoenen. En dan nog daar volkomen mee wegkomt. He, alle vrouwen kijken om en denken van, wow, dat is cool. Terwijl als ik het aandoe, dan zegt iedereen, what the fuck is die gast, die klopt niet. Hij gaat het samen met Shelly doen. Shelly is natuurlijk gewoon een en al style. Dus dat moet een ontzettend leuke let's play worden. Wat gaan we nog meer doen? Filmkings zie ik hier staan. Techkings komt natuurlijk terug. Nou, wordt gelukkig goed ontvangen. Dat het weer terug is en we houden het nu ook gewoon vol om dat gewoon elke week te brengen. Er is een nieuwe Pokémon. Of ja, het is dan weer een soort van uitbreiding van een Pokémon die al bestaat. Daar gaan we ook mee door. Even kijken. Ja, ook wel een leuke. We hebben veel Let's Plays deze week. De mensen vinden dat leuk. En het zijn ook allemaal games die uitnodigen voor een Let's Play. Want we hebben namelijk ook Skyrim VR. En dat is eigenlijk de natte droom van Jelle. Jelle zegt gewoon, deze game, dat is alles wat ik wil. Hoef ik ook niet op vakantie. Ga ik gewoon een week lang met dat ding om mijn kop. Slapen in het woud. Leven in het woud. Overleven. Dat kan allemaal. Ik denk dat hij wel moet drinken. Maar een week zonder eten moet kunnen. Dus die gaat hij let's play op de PlayStation VR. Ook leuk. We hebben weer een Indie Kings. Emiel is er deze week. We gaan een Kentje Deze Dog doen met Boris, dus dat wordt wel leuk. Dus hij heeft niet, ja, dat doet er, ik heb niet zo zin of dit en dat, nee, maar hij komt met 6-7 toffe games die voor hem wat betekend hebben. Dus hij zit niet vaak bij Kentje Deze Dog, dus ik denk dat dit een hartstikke leuk gaat worden. Wat ook heel interessant is, is Kevin die samen met Koos, die PC-items. We gaan gewoon meer en meer met PC doen. Zeker nu we Kevin en Koos allebei gewoon ook wel redelijk diehard PC-gamers hebben. Kunnen we daar gewoon wat dieper op ingaan samen met Steve. En we gaan het hebben over, waar moet je nou op letten bij een PC? Bij het maken van instellingen om je game beter te laten uitzien. Er zullen natuurlijk altijd mensen zijn, diehard PC-gamers, die dat weten. Maar een hele grote groep weet dat niet. En Kevin is bijvoorbeeld iemand die echt van binnen en buiten de PC kent. Zodat hij ook weet waar je uiteindelijk, hè, voor die extra vette trucjes om gewoon het maximale uit een game te halen. Ik denk dat dit een deel 1 wordt, want er valt ontzettend veel natuurlijk over een PC te vertellen. Wat je allemaal kunt doen, van geluid tot beeld tot framerate, weet ik allemaal wat. Dus hij gaat er gewoon mee beginnen. En dat is een hartstikke leuk item om zelf ook mee aan de slag te gaan. Wat hebben we nog meer? We gaan Metal Gear 3. Het derde deel van Metal Gear wordt algemeen beschouwd als een van de beste games ooit gemaakt. En die komt toevallig op de Nvidia Shield uit. Een soort van remake. Gaan we gewoon eens uitproberen. En maken we een soort leuk combi uit ervan. Even leuk om weer iets op de Shield te spelen. Dit is best wel een grote game. Maar aan de andere kant van, zoveel jaar na dato, voelt het nog steeds aan als een hele vette game? Of zijn dat soort hele vette games van vroeger,
wordt het toch wel anders beleefd inmiddels met de games die je vandaag de dag speelt, met de graphics en de mogelijkheden, et cetera, et cetera. We gaan het uitvinden. Wat hebben we nog meer? Even kijken hoor. Natuurlijk, we hebben deel 2 van de First Look Festival documentaire. Daar wordt nu druk aan geëdit. Die is 2 keer zo lang als de vorige, waarschijnlijk. Dus dat wordt heel tof. We hebben, ik ga straks naar Zandvoort toe. Want ze hebben een race game die niemand kent. En omdat als je een race game die niemand kent hebt, dan wil niemand er ook wat over weten. Dachten ze van, dan is het leuk om JJ in een raceauto te zetten met Tom Coronel. En dan moet hij die game spelen terwijl hij over het circuit gejakkerd wordt. Nou ben ik dus, ik heb een slecht evenwichtsorgaan. Dus ik word wagenziek al, überhaupt. Dus dat gaat helemaal een groot drama worden. Maar goed, whatever. Daar gaan we een itemtje over maken. En we gaan iets heel leuks doen. Ik wist niet dat het bestond. Maar er zijn dus mensen, kunstenaars, die maken kunst van games met behulp van screenshots. Vraag mij niet hoe het werkt. We gaan het uitvinden. Want zo'n kunstenaar komt naar de studio hier en gaat laten zien, volgens mij met Halo of GTA, hoe je kunst kan maken met screenshots. Hey. Ik bedoel, meer premium dan dat ga je niet krijgen. Dus echt weer een volle bak items. Ik ben er ongetwijfeld nog een paar vergeten. We gaan natuurlijk op nieuwsitems terugkomen. Kortom, het wordt weer een dikke week. En hopelijk niet zo nat als fucking vandaag. Want dit slaat helemaal nergens op.